We kregen in onze kajakclub een oproep vanuit de gemeente Zevenhem om deel te nemen aan operatie Proper. En we vonden dat wel een leuk initiatief, omdat we natuurlijk ook merken in onze club dat er soms vuilnis blijft liggen door toeristen die langs het kanaal wandelen of fietsen. En eigenlijk vinden we dat zelf niet aangenaam en willen we daar ook zelf iets aan doen. Het is niet altijd de taak van de gemeente of van personeel om dat te doen. En we willen dat ook onze leden bijbrengen. We hebben ook een actieplan opgesteld in onze club. En op het actieplan staan verschillende punten waaraan we willen deelnemen. Een van de grote punten is het prikken in de buurt. Dus we hebben een omgeving geclaimd rond ons clubgebouw. En we nemen ons voor om elke week met een beurtrolsysteem onze leden 10 minuutjes voor de training de buurt te laten prikken en de omgeving proper te maken. En dan een andere van de actiepunten is dat we proberen te zorgen om zo weinig mogelijk wegwerpmateriaal te gebruiken. Mensen die drinken meenemen in de boot gebruiken een drinkfles die herbruikbaar is, bijvoorbeeld. Als we vuilnis tegenkomen, als we aan het trainen zijn, dan gaan we dat wel meepakken in ons boot en dan in de vuilbak gooien. Voor ons is dat geen grote moeite. We moeten het gewoon pakken en dan in onze boot leggen. Dus het is niet zoveel moeite. Ik vind het goed, omdat de omgeving is hier proper. En de vaart is dan ook proper en dan kunnen wij in proper water varen. En dat is ook goed voor de vissen. Anders kunnen ze sterven als ze plastic eten of zo. Een andere reden is natuurlijk dat de campagne heel groot is in Vlaanderen en dat er ook misschien een budget aan gekoppeld is. Dus voor onze club is het natuurlijk positief als we op die manier misschien een centje kunnen bijverdienen.